stevig aanpakken dat we eraan gaan verdienen. Alleen met een nieuwe economie zullen we floreren in een tijd van technologische en industriële revolutie. En de plannen om een totale klimaatcrisis te voorkomen liggen er. In een democratie bepaalt de bevolking wat er gebeurt. Wat een verhaal. Dus goede doelen indirect aan het financiële infuus van de overheid. Die moeilijke politieke thema's op de agenda en in onze hoofden moeten zien te krijgen. En klimaatverandering is de basis van het inmiddels gemoraliseerd debat om de boer tot aan de wortel uit het landschap te kunnen snijden. Maar hebben wij hierin als burger eigenlijk ooit een stem gehad? Bij klimaatbeleid bleek plotseling dat wij klimaatkoploper van Europa en dus van de wereld wilden worden. Nou, dat was nooit aan de orde geweest. Er was geen enkele partij. Nou, misschien een beetje D66 en GroenLinks, maar zeker VVD en CDA niet. Dat zou echt de meerderheid hadden in het kabinet. Die hadden daar geen enkele ambitie in die richting. Dan moeten dus dingen gebeurd zijn. Bij de uitvoering en de invulling van het klimaatbeleid werden daar klimaattafels opgericht. Nou, wie zit daar aan tafel? Dan heb je toch een beetje een beeld van wie, zeg maar, de schaduwmacht in Nederland vormen. Nou, aan tafel zit daar de overheid, maar die is meer de secretaris van het gezelschap. En van de rest worden daar de belangen van aan de ene kant Greenpeace en Milieudefensie, Natuur en Milieu, uitgeruild met de belangen van Shell, Unilever, Vattenfall en tientallen bedrijfssectoren. Maar bijvoorbeeld ook de mensen, de verkopers van hybride warmteketels zitten daar aan tafel en die slagen daarin om warmteketels als een nieuwe klimaatdoel van Nederland op de Nederlandse agenda te zetten. Burgers spelen daar geen rol en dan wordt het natuurlijk interessant. Waarom zitten die mensen daar en wat is hun achterban, wat is hun draagvlak? Nou, ik pik maar eventjes Natuur en Milieu eruit. Natuur en Milieu heeft geen leden. De enige inkomsten die zijn of van de staat of van de postcode loterij, een bedrijf van Nova Media. En dat bedrijf is van Boudewijn Poelman, een zeer succesvolle Nederlandse loterijondernemer. Maar die loterijondernemer, Boudewijn Poelman, bepaalt dus indirect wie daar aan tafel, wat daar gezegd wordt, wat daar aan tafel met de klimaattafels te bedden wordt gebracht. En die heeft dus als het ware allerlei clubs aan zich gebonden. Waarvan natuur en milieu en cultuur en wat meer zijn. En die zijn als het ware ook de grote belangenbehartigers van die loterij geworden. Ja, zijn we tienden de promotoren te worden van the hand that feeds them. Enfin, dat leidt dus tot een belangenovereenkomst, kun je stellen. Je kunt, als je het lelijk wilt voorstellen, kun je zeggen dat natuurmonumenten en soortgelijke clubs, dat die in feite dochterondernemingen, als je wilt, mantelorganisaties zijn van het loterijbedrijf van Boudewijn Poelman. En samen zitten ze dan weer de overheid op de nek. En de overheid die geeft dus op deze manier een reeks van privileges die anderen niet gegund zijn aan het bedrijf van Boudewijn Poelman. Bijvoorbeeld dat hij eindeloos avondenlang televisieuitzendingen mag maken die maar één doel hebben. En dat is het verkopen van loten. Andere bedrijven mogen het niet. Je mag geen reclame maken. Poelman mag dat. Dat privilege is hem gegund. Dus zoveel macht heeft hij verzameld. En zoveel politici heeft hij ook ingeschakeld bij zijn bedrijf. Het is eigenlijk de combinatie van een spelletje en iets goeds doen voor de wereld. Hij bepaalt ook gewoon zelf aan wie hij het geld geeft. Ja? Dus hij besluit dus wel het geld te geven aan Milieudefensie. Dat helemaal geen leden heeft, maar volledig leeft van Poelman of van geld van de staat via ontwikkelingshulp. Maar hij geeft dat geld niet aan mensen die zeggen, ik wil geen windmolen in mijn achtertuin.